Het acht eeuwen oude Binnenhof in Den Haag staat bekend als het hart van de Nederlandse democratie. Het is een plek waar talloze belangrijke historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. En ook de Eerste en Tweede Kamer zijn hier gevestigd. Maar na intensief gebruik is het Binnenhof toe aan renovatie. Dat is nodig om de veilige en betere omstandigheden voor gebruikers en bezoekers te garanderen, zodat het weer generaties mee kan. Vanaf nu is het Binnenhof gesloten. Het gaat minstens 5 jaar duren. Daarom brengen we vandaag voor de laatste keer een bezoek aan het gebouw van de Eerste Kamer. Ga je mee? Ook het Eerste Kamergebouw wordt gerenoveerd. Het vraagt natuurlijk inmiddels om grondig onderhoud en bouwkundige ingrepen. Om het weer helemaal in een staat te brengen waarin we goed kunnen vergaderen voor een hele lange tijd. En het pand wordt verder, voor zover dat mogelijk is, weer goed toegankelijk gemaakt voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Want het is natuurlijk heel belangrijk in de democratie dat iedereen hier kan komen om te zien wat we hier doen. Tijdens de renovatie zitten we aan het Lange Voorhout in de Kazernestraat. En de mensen die hier komen, die zullen tijdens de renovatie niet heel veel zien. Maar reken maar dat het echt grondig gerenoveerd wordt. Het gaat voornamelijk om de techniek en om bouwkundige ingrepen die je vaak ook niet ziet. Maar de bijzondere uitstraling die blijft natuurlijk behouden.